Goedemorgen. Het is 6:50. Ik ben al sinds... Ik heb me even omgekleed, want ik wil even in de voortuin wat spullen weghalen en nog even iets... Hoor je kop van in de zon fietsen? Het was toch iets zonniger dan ik had bedacht. Maar de postbode is langs geweest en die heeft een... Goedemorgen. Het is 6:50. Ik ben al sinds 4:20 wakker uiteraard. Nog wel lekker een poos in bed gelegen na de vrije training. Maar het is straks kwalificatietijd. En voor die tijd wil ik al lekker een stuk met Ravi gelopen hebben. Vandaag schijnt het een hele warme dag te worden. Ik ben heel benieuwd. Voor nu zie ik hier vooral bewolking. Dus ik ben benieuwd. We gaan het wel zien. Ik hoop dat het mooi weer wordt, want dan kan ik mijn gras weer maaien. Want dat is inmiddels alweer 10 dagen geleden. Dus dat is echt alweer nodig. Eigenlijk moet ik dat 1 keer in de 7 dagen doen. En ik wil even kijken of ik de randjes dan ook bij kan werken vandaag. En het achterplatje moet even, het mos afgeschraapt. Mijn vogelhuisje heb ik weggegooid, die was ingestort. Die was gewoon helemaal gaar. Nou ja, dat kan ook. Wat ligt daar dan? Auw, iemand heeft een bakje ingeleverd. Met paarseipapiertjes. En het lijkt er heel veel, maar het valt wel mee. Het is vooral het bultje, zeg maar. Maar goed. Het is zaterdagmorgen. Het is 6 april. En ik ga even met de hond lopen. Ben je onscherp? Ga je mee? Ga mooi zitten. Goed zo, keurig. We gaan wandelen. Inmiddels heb ik me even omgekleed, want ik wil even in de voortuin wat spullen weghalen en nog even iets regelen. Dus daarvoor ga ik niet in mijn shirtjes en zo buiten lopen, want stuk gaat, dan kan beter een shirtje, oud shirtje stuk gaan, dan is het niet zo erg. Ik ga even mijn bak omrijden naar de voorkant en dan ga ik even wat oude distels en zo eruit halen. Dat had al veel eerder gemoeten, maar ik had gewoon niet de kans, zeg maar, omdat de grond zo ontzettend nat is hier. Raafje ligt lekker in de tuin, die kijk, is daar. Die zit lekker op zijn matje. En ik moet gras maaien vandaag, maar dat kan aan het eind van de dag pas. Maar het is zalig weer. De Chiwaak staat in de tuin en de kraaien zitten daar. Maar hij houdt het goed in de gaten. Ik ga lekker een rondje fietsen. Dus iets voor ene. Ik heb het idee dat het al zondag is vandaag. Mijn hoofd doet echt rare dingen. Maar het is zaterdag. Ik heb net even wat in de voortuin gedaan. En even achter het platje mos vrijgemaakt. Zodat ze weer klaar. En nu ga ik even richting de intratuin fietsen. Ik heb last van potgrondvliegjes. En nou heb ik hier al een stukje fruit neergezet. In de hoop dat daar vliegjes op afkomen. Maar ik ga wel even die potgronddingetjes halen. Kom gewoon omdat ik wat potgrond in huis heb van buiten. Ja, dat gebeurt dan. Dat is vervelend. Maar er zijn van die stickertjes voor, die kun je erin steken. Dus dan moet ik eens even daar op zoek. Dus daar ga ik even achteraan. Ondertussen staat het konijn in de tuin en speelt hij voor waken. Chiwaak. Kijk, dit moet er allemaal uit. Dus ik ben het randje aan het afsteken. Dus dit is de voor. En straks is het gemaaid en wel. Nou ja, de hond blijft lekker liggen. Maaien gaat niet. Het is echt veel te nat. Ik heb daar even gelopen. En ik zak gewoon in de modderweg. Morgen maar proberen. Zo, rode kop van in de zon fietsen. Het was toch iets zonniger dan ik had bedacht. Maar de postbode is langs geweest. En die heeft een pakketje gebracht. Wat ik denk, als dit is wat ik heb besteld, heb ik het gistermiddag pas besteld. En het is nu al binnen. Dat is dus echt super service. Van CreaPoint. Even kijken. Thank you, CreaPoint. Lekker creatief bezig. Jouw bestelling is met zorg ingepakt op morgen. Bedankt voor je bestelling.
Ben je tevreden? Zegt het woord. Heb je opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten. Nou, de pakbon. Wat is dit? Ik denk gewoon een stukje reclame of zo. Ja. En een pakketje. Nou, de sticker is al wel los. Dat is dan niet goed geplakt misschien. Even kijken. Ik weet wat erin zit, want ik heb een grote schutbak besteld. Kijk, deze is echt groot. Ongeveer zo groot als mijn hand. Maar ik was dat gepiel met die kleine zo zat. Ik denk, doe lekker een grote. En deze was nu 4 euro. Dus, nou, mooi prijsje. En verzenden was maar 2, dus het viel alles mee. Dus ik ga hem uitproberen binnenkort. Ik ben bezig met de snijbonen. En daar koken wat aardappeltjes. Maar iemand is iets aan het doen in de tuin. Hij heeft iets gevangen, denk ik. Maar wat? Het zijn geen muisjes, want die hebben we van de week al gehad. Wat heb je gevangen? Wat heb je nou weer gevangen? Wat heb je gevangen? Is het weer een vlieg of zo? Deze zijn trouwens helemaal versleten. Die moeten er nodig uit. Het is echt gewoon helemaal af. Vooral deze. Kijk. Maar goed. Die wordt in mei vervangen. Komt er een nieuwe in. En het is ongeveer 3 keer zo duur als dat het de vorige keer was. Maar goed, hij vermaakt zich daar. Ik ga ondertussen even verder met het eten. Er liggen nog wat graspolletjes, want die wil ik er nog weer tussen gaan zetten, zeg maar zo. Maar ik dacht dat het kan wel blijven liggen. Het wordt sneller droog dan ik dacht. Ik heb net de tv uitgezet, want ik heb naar de Formule 1 gekeken. En nu ging ik het ompoetsen. Er is weer een heerlijk zonnetje, zoals je kunt zien. Maar daar heb ik een beetje last van met het licht. Het was vroeg vanmorgen, maar het viel mij wel mee. Ik kan dat wel redelijk heelen. Dus ja, weet je, het is vroeg, maar wel goed te doen. Max won, hij stond op pol. Hij won en hij had de snelste ronde. Dus ja, het ging van een leiend dakje voor Red Bull. Voor Mercedes ging het iets minder. Voor Ferrari ging het oké, want Sainz stond op het podium. Leclerc was 4e, dus Alonso 5e. Kortom, het was een interessante race, laat ik het zo stellen. Vooral het achterveld. Tandjes poetsen. En dan ga ik eerst eens even een poosje lekker naar buiten. Het is heerlijk weer. Er staat boven een was aan. Ik heb de handboeken was net afgehaald. De kleding was, die hangt inmiddels boven. Want die had ik vanmorgen al aangezet. Dus die kan ik vanavond wel opruimen. Want het is met dit weer echt met een dag. Nou, een halve dag eigenlijk wel droog. Dus tandjes poetsen. Lekker naar buiten. Ik ga even tanken. Stink Max. En ik moet toch nog even langs een vriendin. Dus dat komt goed uit. Maar ik had ook oude huissleutels. Waar heb ik die gelaten dan? Daar. Goed. Ik ga even. Emily is thuis. Die past even op Raafje. En ik doe de deur wel even dicht terwijl ik weg ben. Lijkt me een slim plan. Zo. En dan ga ik heel even op stap. Ik krijg zo bezoek. En dat is super gezellig. Oh jongens, sorry voor de wind. Maar ik heb Ravische dekens buiten hangen. Maar volgens mij is er een knijperstuk. Ah. Nou ja, geeft niet. Maar ik ging nog even iets uit de schuur pakken. Uit mijn fietstas. Wat ik nog nodig heb. Maar waarvan ik niet weet of ik het nog heb. En het eigenlijk wel even nodig heb nu. Maar het zou ook kunnen dat ik het gewoon al vrolijk heb weggegooid. Ik denk dat ik het heb weggegooid. Maar goed, dat zij zo. Ik ga een bakje thee maken alvast. Kunnen we straks lekker thee drinken. Hele gezellige middag gehad. We hebben buiten gezeten. Een hele poos. Totdat het eigenlijk, ja, het waaide behoorlijk. Maar achter de deur kon je goed zitten. Wel een beetje kleur op gedaan inmiddels. En ik heb nog even het gras gemaaid. Dat ziet er nu een stuk netter uit. Ik heb daar een grastransplantatie gedaan. Alles wat van de randjes kwam, dat zit nu daar in dat stukje. Nog een heel klein stukje wat wat ander spul is, maar dat komt wel goed. Gaat wel aangroeien, maar er moet nu even mest op en zo. En ja, degene die de ramen had gelapt, die heeft nu Sahara zand erop zitten. Dat is echt zo zonde. Kijk, kun je het zien?
Kijk, is toch bizar. Maar goed, ik wacht maar even met lappen nu, want volgende week komt er nog meer aan, schijnt. We gaan het zien. Peesje is daar. Die is inmiddels ook uitgebakken. Want jij was het ook wel warm, hè? Ja, die ligt niet eens onder een dekentje nu. Nee, die ligt niet eens onder een dekentje. Zo, rondje met hondje gedaan. Een pakketje binnengekregen met een soort plakbloemen waar vliesjes aan blijven vastplakken. Ik heb op het moment heel erg last van ja, rouwvliesjes, potgrondvliesjes, hoe je ze ook wil noemen. Die. Even kijken. Dat mag er allemaal uit. Dat mag er ook uit. Eventjes video editen. Ik ben de bullet journals video's en scrapbook video's aan het editen. Dan is dat maar klaar voor de komende tijd. Die moet aan het eind. Eens even zoeken. Nou, nog een paar bestandjes over. Die moeten het dan zijn. Kijk, ik ga het even regelen. Inmiddels heb ik nog een minuutje of wat over. En hier staat vooral heel veel handdoekenwas. Dus die ga ik even opvouwen. Ik heb ook wat andere handdoeken gewassen die al een poosje in de kast lagen. En dan was de machine als die vol. Ik doe ze er gewoon lekker bij. Het is allemaal lekker schoon en fris. Dus dat ga ik even lekker opvouwen. Ik net dat ik een eindstukje had opgenomen, maar dat is niet het geval. Blijkbaar niet op de aanknop gedrukt, dat kan gebeuren. In elk geval is dit de weekendvlog, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Na de was doen ben ik nog eventjes lekker weer voor de tv gaan hangen. Maar toen was het ook wel echt wel einde dag. Dus nogmaals, dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Dag!